Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het lot van Nederland is onlosmakelijk verbonden met het water. Ons leven lang zijn wij al in gevecht met het water. Dat weten we maar al te goed. We zijn de koploper op het gebied van watermanagement en internationaal maakt iedereen gebruik van onze expertise als het gaat om de bescherming tegen hoogwater. Laten we dus blijven doen waar we goed in zijn. We houden de zeespiegel in de gaten en passen onze deeldaarwerken aan wanneer dat nodig zou zijn. Een jaar eerder of later beginnen maakt hierin weinig uit. Dit is een kwestie van decennia. Meten is weten. Rijkswaterstaat moet maatregelen nemen zodra de situatie daarom vraagt. Voorzitter, het lijkt er sterk op dat de zeespiegel wordt ingezet om de burgers onder druk te zetten. Er wordt gesuggereerd dat wij straks op een woonboot moeten wonen, omdat we nu niet diep genoeg in onze buidel tasten om het klimaatakkoord te financieren. Voorzitter, deze bangmakerij moet stoppen. De stress die mensen wordt aangepraat is vele malen schadelijker dan de geringe stijging van de zeespiegel. Wat is er echt aan de hand? Laten we met de feiten beginnen. De zeespiegel kan op twee manieren stijgen. Ten eerste kan het zeewater verwarmen en uitzetten en ten tweede kan landijs smelten. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, mag qua zeespiegel de hele Noordpool smelten. Dit drijvende zeeijs zal volgens de wet van Archimedes voor het watervolume en zeespiegel niets uitmaken. Op de Zuidpool ligt wel landijs en dat kalft op sommige plekken af en op andere plekken groeit het juist aan. De PVV constateert dat de zeespiegel de afgelopen eeuw gemiddeld slechts 2 mm per jaar is gestegen. We hebben het dus over een heel geleidelijk proces. De titel van het debat is daarom misleidend. Het is onzin om te spreken over een snelle stijging. We zullen niet op een ochtend wakker worden in een onder water gelopen land. Zelfs het IPCC, dat zijn toch niet echt onze vrienden, heeft het over een maximale stijging van 3 mm per jaar. Laten we stoppen met deze bangmakerij en ons beperken tot de feiten. Voorzitter, grootschalige, voorbarige investeringen zijn de verspilling van ons belastinggeld. We moeten niet zomaar miljarden uittrekken om onze deltawerken overhoop te gooien, terwijl de noodzaak ontbreekt en we niet eens weten of de stijging zal doorzetten, zal stoppen of zelfs om zal slaan naar een daling. Voorzitter, om al die redenen houden we de ontwikkelingen goed in de gaten en de hand op de knip. Voorzitter, paniekvoetbal spelen we vanavond helaas alleen in Enschede, waar FC Twente het water echt aan de lippen staat. Voorzitter, dank u wel.